500 euro verdienen met slechts twee minuten werk. Dat lijkt een droom. En deze droom die overkwam twee mensen uit onze community. Ik ga jullie uitleggen wat daar precies gebeurd is. En ik ga even inzoomen op XRP en Bitcoin. Het waren namelijk de projecten die er momenteel heel interessant bij liggen. En ik denk dat de cryptomarkt in zijn al geheelheid een belangrijke stap kan gaan zetten. Wat die belangrijke stap is, dat ga ik je hier vertellen. En laten we nu dan gelijk even gaan inzoomen op dat verhaal van die XRP. Want iedereen die wil natuurlijk wel in twee minuten 500 dollar verdienen. Maar wat is daar. Precies gebeurt. Nou, vorige week hebben wij een video uitgebracht, en hierin hebben wij uitgelegd dat je mee kon doen aan een loterij op Bybit. Nou, bij een loterij heb je natuurlijk winnaars, en deze twee mensen waren een winnaar. Dus Roy zegt: Hoi, die heeft ze binnengekregen. 1000 Mental Tokens waren op het moment van lanceren zo'n 500 dollar waard. Hier zien we het. Uh, ja, bedankt. Zonder die post van ons alles nooit meegedaan aan de loterij. En hier zien we dus nog een gelukkige winnaar. Rob Hutting ga hier zo medewinnaar. Ook gratis geld gekregen. En ja, dit is gewoon heel mooi om te zien. Hoe je dit soort dingen in de toekomst kunt meemaken, is ga onze gratis Discord in. En meld je daar gewoon rustig voor aan. Daar zullen we dit soort updates ook in geven. Zodat jij in de toekomst ook wanneer er weer een nieuwe actie is, zoals deze, of een belangrijke airdrop. Mee kan doen met dit soort momenten. En ja. Soms dan win je, soms niet. En we zien gewoon dat dit soort momenten echt een hele grote impact kunnen maken... op de portfolio van mensen. Ik wil het even met jullie delen. Gewoon als update, omdat jullie misschien de video wel eens zien langskomen... en dachten, joh, dat is de meest scammerige video die ik ooit gezien heb. Of tenminste, de meest scammerige belofte. Maar er zijn dus twee mensen die gelukkig zijn geweest... en met twee minuten werk 500 euro hebben verdiend. Oké, okay, dan wil ik eventjes inzoomen op XRP. Want momenteel is XRP geen security meer... Heeft de SEC gezegd. En dat was natuurlijk die rechtszaak waar XRP de hele tijd in zat. Nou, belangrijke, belangrijke doorbraak dus voor XRP. We zagen dat de markt gigantisch naar boven toe is geknald. En dat betekent dus dat momenteel de riemen los zijn voor XRP. En we hadden het natuurlijk al eerder behandeld, ook in de soort van top 3 coins voor jullie. Dat XRP een belangrijke zou zijn om in de gaten te houden. Dit hadden we natuurlijk niet kunnen zien aankomen. Hadden we nooit kunnen voorspellen. Maar het zorgt wel voor belangrijk momentum. En daarom wil ik even. Daar zometeen op gaan inzoomen. Ook even laten zien wat onze strategie daarmee is. Daar komen we zo meteen bij. Eerst even inzoomen op Bitcoin. Want momenteel stagneren we op een belangrijke zone. En ik had natuurlijk hier al een langere periode. Heb ik hier zo die 31.800 op mijn chart staan. En deze hebben we eindelijk bereikt. Dus waarom, die, waarom ik dat hier neer heb gezet. Is omdat we in een area zitten. Waar gewoon een groot hoeveelheid aanbod ligt. En wat je dan vaak ziet, is dat je op een high of een low, net binnen in die zone, dat je daar een afwijzing zou kunnen gaan zien. Nou, dat hebben we hier exact ook meegemaakt. Kijk, we zien, hier zien we nu dus deze high, de 31.800. Daar kijken we al een langere periode naar. Wat zien we gebeuren? Deze high hier zo wordt uitgenomen. En daarna zie je een gigantische hoeveelheid selling pressure in de markt komen. Kijk, we zien hier duidelijk dat we afgewezen hebben op die 31.800. Dat we weer niet boven die 31K duidelijk konden gaan komen. En nu voorzie ik eigenlijk twee belangrijke scenario's. Waarschijnlijk hebben we namelijk op de korte termijn een bullish impuls naar boven toe. Dat komt omdat we hier zo net een belangrijke low hebben uitgenomen hier zo. En daarna gewoon een bullish candle hebben. Eigenlijk zie je natuurlijk hier zo dit gebeuren. Hè? Je ziet de afwijzing naar beneden toe. Vervolgens zie je dat je daarna hier zo aan het closen bent. Dat is gewoon een redelijk bullish signaal. Waardoor ik denk dat we hier zo richting die 31.440... Zullen gaan komen om daar eventueel af te wijzen rond die 30.480 tot 30.600. Dat, dat is eigenlijk het scenario wat ik nu het meest aannemelijk vind. En persoonlijk denk ik dat mochten we hier verder deze move gaan vervolgen. En we, we krijgen een close onder deze 29.500. Als je daar een langere periode begint te zitten. Dan worden we dus echt. Blink bearish, want op het moment dat we dat namelijk doen, dan gaan we waarschijnlijk een move spiegelen. Dat zien we best wel vaak gebeuren in de markt en dat zie je dus heel vaak bij projecten die heel hard gaan in een bepaald moment. Vervolgens dan krijg je die stagnatie en zodra je dan dus naar beneden toe aan het breken bent, dan ga je dus weer terug naar daar waar je eerste soort van stukje aan consolidatie was. Dus de move die spiegelt elkaar dan eigenlijk als het ware. En hier zien we dan dus dat we minimaal 10,6% naar beneden zouden kunnen, kunnen gaan vanaf die low. En dat is dus best wel een redelijke pullback die we kunnen verwachten op bitcoin. Mochten we hier zo onder die 29.500 een close krijgen op de 4 uur timeframe. Dus dat is in elk geval iets waar ik op voor aan het uitkijken ben. En ik vind sowieso die 31.800 vind ik echt geen fijn level. Uh, momenteel, Helemaal omdat we nu natuurlijk die langere movement omhoog hebben gezien. Daarna die stagnatie in een belangrijk punt van aanbod. Ja, dan is het in mijn optiek gewoon wachten op nieuwe mensen die, die weer mee kunnen doen in de markt. Hier zo rond deze daily demand zone, rond de 25,8k. Maar daar hebben we natuurlijk vorige week, hebben we het daar al kort over gehad, een kleine stap terug gedaan in ons portfolio. Toen kwam het XRP-nieuws, schoten we omhoog en daarna zagen we weer deze rejection van Bitcoin. Nou, Momenteel ben ik dus nog steeds hetzelfde gepositioneerd. Hebben we wel wat korte termijn trades lopen. Maar ben ik dus heel voorzichtig met ja, echt grote nieuwe toevoeging doen aan mijn portfolio. Dan wacht ik gewoon liever totdat we een diepere pullback beginnen te krijgen. Voordat ik weer wat grotere aankopen ga doen en mijn portfolio exposure flink ga verhogen. Oké, okay, dan XRP. Dit is waarschijnlijk een, uh, <laughs> een project dat heel veel van jullie wel kennen. En jullie hebben waarschijnlijk met z'n allen heel gefascineerd, net zoals ik dat ook heb gedaan... Staan staren naar deze chart toen het nieuws op afgelopen donderdag hier zo naar buiten kwam. We zagen dat XRP meer dan 100% steeg in zo'n 4 tot 8 uur. En ja, dat gebeurt gewoon. Op het moment dat er gigantisch nieuws zoals dit in de markt komt, dan zie je gewoon dat ja, dat soort momentum zichzelf laat zien. En ik vond het een hele leuke om te laten zien. Want vraag me alsjeblieft, ja, <laughs> hoe, <laughs> hoe mijn naamgenoot Patrick Kleisbaar het heeft gedaan. Maar hij zegt: Als trouwe XRP holder ga ik op dit level 93 cent een grote allocatie van mijn XRP verkopen. Dat was een update die we stuurden in de Premium Discord. Nou, de 93 cent was natuurlijk hier deze high op de weekly timeframe. En kijk eens wat een precisie. Dit is echt bizar hoor, jongens. Kijk <laughs> Dus ik weet niet wie er. Ik denk dat het trofee voor uh, meest precieze call van de week... dat die zeker gaat naar Patrick Kleinsma... met zijn uitschaalkal op XRP. Die, ja, nou ja, wat was de high hier zo op? Um, 0,938. Nou, dus ik denk niet dat je een precieze kon krijgen. Ik zelf ben ongeveer 180 cent... heb ik een, een groot gedeelte van mijn XRP verkocht. En wacht nu natuurlijk rustig op een eventuele afkoeling van XRP. Dus ik, ik ben niet... Uh, super happig om nu in één keer in te gaan stappen. En dat komt omdat we natuurlijk dat spiegelen van moves. Hè, dat geldt ook op XRP zelf. We zien echt een hele grote injectie van kapitaal hier naar binnen komen. Nou, ik denk niet dat we in één keer helemaal terug zullen, gaan gaan, zullen komen richting die 47 tot 50 cent. Maar ik denk wel dat we echt wel nog een flinke pullback zouden kunnen gaan zien. Wat ik vaak doe, is dan pak ik mijn fibber tracement hier zo. Op het moment dat ik. Um, niet denk dat we terug zouden gaan naar deze demandzone. En dan ga ik kijken naar bijvoorbeeld een level zoals hier zo. Die 64,5 cent. Dat zou in elk geval minimaal, zien, minimaal zijn wat ik wil zien. Voordat ik weer nieuwe exposure durf te nemen aan XRP. Anders dan vind ik het gewoon ja, echt achter groene candles aanrennen. Um, groter nieuws dan dit zullen we niet heel snel krijgen. En eventueel dat we hier zo nog deze. Hier tussenin. Deze zone gaan opzoeken richting de 61,8 cent. Dus voor mij is het nog heel even afwachten met XRP. Ik heb nu dus een groot, nou, ja, een derde van mijn XRP-holdings heb ik verkocht. En nu is het dus eventjes wachten op een verdere retracement. Ik vind het wel heel interessant. Want XRP op het moment dat die gaat, dan gaat die vaak heel erg hard. Dus hier heb ik al eerder, heb ik, een, heb ik het onderstreep in een vorige video. Toen zeiden we: van, joh, wacht even tot we boven die 50 cent levels een weekly close krijgen. Dat hebben we nu overduidelijk gekregen. Dus nu is het gewoon wachten op die retracement. En dan denk ik dat vanuit de ja, klassieke top 10 projecten. Denk ik dat XRP echt wel flink kan gaan performen. En het is jammer dat deze chart niet zo ver terug gaat. Maar je ziet gewoon vaak dat zodra we die uitbraak krijgen op XRP... dat die dan een follow-through begint te krijgen. En dan denk ik dat we echt nog wel redelijk wat momenten naar boven toe zouden kunnen hebben. Minimaal boven die 1 dollar. En wellicht als de bull market zichzelf verder zal voortzetten... weer terug naar die 2 dollar-ish um, die we hebben gezien in de bull market. Dat is natuurlijk wel ietsje verder naar voren toe ingezoomd. Maar ook als we kijken hier naar die XRP BTC chart... dan zie je gewoon dat er echt heel veel ruimte is voor XRP... Om te gaan gainen ten opzichte van bitcoin. Dus dat hebben we die vorige keer ook gezien. Hè. Toen, toen het echt lekker ging met XRP. Toen zag je gewoon dat hij echt flink flink aan het genen was. Hier zo zie je dat ook. In die, uh, die 2021 periode. Dat hij echt flink flink aan het genen was ten opzichte van BTC. En dat verwacht ik nu dus ook gewoon weer. Dus zodra je hier zo die grote close begint te krijgen. Boven belangrijke levels. Boven deze high bijvoorbeeld. Dan zie ik ons echt nog wel een stukje doorstijgen. Uh, ten opzichte van BTC. En wat ik ook wil dat je. Realiseert is dus dat dit stukje hier zo, hè? Dus de, het lijkt op de chart, lijkt het niet eens heel ver. Dat is al 74,5% ten opzichte van BTC. Dus dat betekent dat XRP ten opzichte van Bitcoin in je portfolio gewoon nog echt heel veel ruimte zou hebben om te groeien. Als we dit momentum kunnen gaan doorzetten. Waarschijnlijk korte termijn dus eventjes afkoelen. Daar wacht ik op. Ook met mijn USDT-orders. En dat is eigenlijk mijn visie op XRP. Dan wil ik nog even terugblikken. Op deze. Dit was een, uh, een klassieke discussie die ik had met Rob. <laughs> Rob en ik die hebben. De... Rob is mijn compagnon. En uh, die treedt ook heel veel. Laat ook heel veel trades zien in de Discord. En af en toe dan zijn we het niet helemaal over dingen eens. Nou, een van de dingen waar ik het niet over eens was. Was of dit nou een goede buy was of niet. Dus afgelopen weekend, hier zo rond zaterdag. Ik zag dat een ander YouTube-kanaal het ook hierover had. Uh, nice om te zien dat soms YouTubers. Naar dezelfde dingen als ons kijken. Um, heel nice. Heel nice om te zien. Gewoon goed om te zien. Um, in elk geval. Hebben we hier, hebben we toen een instappunt hebben we gepakt en dat was rond de 16 cent. En ik zei Rob, ik weet niet wat je doet, maar alles in mij schreeuwt dat deze move overextended is naar boven toe. Hij zegt van nee joh, dit, dit, dit gaat echt nog wel flink door. En zo heeft, hebben meerdere mensen dus vaak ook een verschillende strategie. Dus dat is wel mooi om te zien. Hij vindt het niet erg om in te stappen wanneer een project echt al flink um, naar boven toe is, ge, is gevlogen. Op het moment dat hij denkt dat het momentum nog kan doorzetten. Nou, hier zo zei ik, joh, we zijn 85% gestegen in drie dagen. Ik denk deze die gaat eerst even rustig afkoelen. Zou niet zo echt zo'n goede buy kunnen zijn. En voila, 92% gestegen in twee dagen. Dus Rob die kreeg daar hartstikke gelijk gefeliciteerd met je mooie positie. En gefeliciteerd aan iedereen die hem heeft mee kunnen pakken. Als het goed is, heeft zowel de gratis Discord als de premium Discord. Hebben allemaal mooie rendementen kunnen maken in dit weekend. Dus ik ben blij dat, uh, dat we een paar mooie kansen erbij hebben kunnen pakken. Voor nu is het wachten op nieuw momentum in de markt uh, ook nog een mooie om heel even nog tussendoor op het allerlaatste erbij te kunnen pakken. Is BitTensor, was natuurlijk ook een van de drie um, projecten waarvan wij zeiden van joh, in juli kan deze nog echt wel goed flink omhoog gaan. En toen gingen we naar die 40 dollar levels kijken. Nou, hier was natuurlijk een mooie buy rond die 40 dollar levels. En ja, BitTensor is ook wel echt een project wat aan het outperformen is momenteel. Ik hoop dat deze nog verder kan doorzetten. Ik had twee buying targets neergezet, eentje rond die 42 tot 44 uh, area. En eentje hier zo rond de 37. Dus jammer dat die 37 niet is geschiet, hier zo aan deze bovenkant van die demand. Maar dit ziet er wel heel goed uit voor Tau Bit Tensor. Ik denk dat dit echt wel een project is, wat ook uh, op het moment dat we nog een verdere bull market ingaan, kan gaan outperformen. Is natuurlijk een AI-crypto project. En um, ja, zoals we aan het begin van het jaar al zeiden, is dat wel echt een hele interessante zone of sector om naar te gaan kijken. Dus dat is het eigenlijk. Die wilde ik eventjes met jullie behandelen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Wil je dit soort updates nou ook ontvangen? Check dan de Premium Discord op de site. Ik zal hem ook even linken in de comments. Je kunt twee weken proberen voor een euro. En dan kun je dus ook toegang krijgen tot onze startersomgeving. Dus dan helpen wij je van A tot Z. Dan nog het allerlaatste aller, aller, aller <laughs> announcement voor de mensen in de Discord. We zijn momenteel een aantal veranderingen aan het doorvoeren. Aan het herstructureren. Dus verwacht even dat. Als je binnenkomt in het Discord dat het een klein beetje kan veranderen. Maar we gaan dus minder kanalen gaan we gebruiken. En dus wat bruikbaardere informatie sturen in de kanalen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende. Abonneer op dit kanaal. Als je dat niet hebt gedaan. Als je dat nog niet hebt gedaan. Waarom niet? En dan zie ik jullie in de volgende. Ciao, ciao.